Ik ben Harry van Dijk. Ik ben Johan Schoenmakers. Nou, mijn naam is Wout Hazenberg. Ik ben Piet Snijders. Ik ben Jan Sporenberg. Ik ben Jan Penenburg. In de oorlog heet ik Greetje Adelaars. Ik ben Riet van der Braak. Ik ben Toos van Almeide, Baaiens. Mijn naam is Jo van Riel. Zuster Klemmings, ik was de leerling verpleegzaam. Een van die maatregelen die ik me nog heel goed herinner, was het verduisteren van de ramen. 7 uur was dan spertijd, maar voor die tijd moesten we alles geblindeerd hebben. En dat betekent dat je alles moest verduisteren. Er mocht niks geen licht naar buiten schijnen, dus het moest zo goed verduisterd zijn dat je niet kon zien dat er iemand woonde. Dat was omdat de Engelse vliegeniers die overkwamen niet konden herkennen waar het licht was beneden. Er waren ramen waar van die rolgordijnen voor hingen, die gingen omlaag en daar gingen nog de overgordijnen dicht. En verder was het opletten als er iemand naar buiten zou gaan, dat hij de deur dicht maakte achter zijn rug. Je kon het verbaal krijgen als je toch licht aan had. Mocht niet. Mocht daar licht aan hebben, maar het moest goed verduisterd zijn, dat aan de buitenkant niet te zien was. En buiten was licht ook uit. Op straat ook, de lantaarns waren ook uit. Het was hartstikke donker. Spertijd in de kern van een dorp is toch iets anders, denk ik, als in het buitengebied. Want die Duitsers die wisten natuurlijk ook wel, ja, behalve dat er een paar dingen gebeuren die niet mogen, zijn er ook dingen die door moeten kunnen gaan. Hè? Als een koe moet kalven en het wordt een beetje moeizame geboorte, dan moet de buurman komen helpen. Spertijd of geen spertijd. En of het nou 2 uur is overdag of 2 uur 's nachts, hij moet wel komen. Als we met de fiets weggingen, was er altijd iemand die achter en voor liep om te kijken of er niemand aankwam. Van Duitsers of van... Want dan waren ze bang dat ze een fiets kwijt waren. We hadden maar 1 fiets, dus moesten we zuinig op zijn. Ik ging mijn broer ooit melk halen op de fiets. We hadden nou 1 fiets hadden we. En toen kwam hij thuis met een bonnetje, ze hadden zijn fiets afgepakt, de Duitsers. En kon je met een bonnetje naar Sint-Ursula, want er zaten ook Duitsers in Sint-Ursula. Die waren ook, met een bonnetje, wat je dan kreeg, weet ik ook niet hoor, dat op dat bonnetje gestaan had. Maar in ieder geval, hij kwam thuis, huilend, en hadden ze afgenomen. En toen hadden we geen fiets meer. Toen mijn moeder ziek werd, had ik net mijn diploma gehaald van de ULO. Dus toen lag ze net 14 dagen ziek, dus toen moest ze thuis komen. En dat was normaal, toen al thuis. Als je ouders was, dan werd je naar huis geroepen. Ik was wel liever op school gebleven. Maar ja, dat zat er niet meer in. En ja, ze had TBC, dus ze moest rusten. Vroeger moest je kuren als je TBC, tuberculose had. Hè? Je mag niet linkerzij, je mag niet rechterzij, je moet op je rug blijven liggen. Want mijn moeder had al een gat in de long. Zo goed als een vuist en de andere long was ook al aangetast. Er waren meer mensen die TBC kregen. En de een besmette de ander natuurlijk. En ja, ik moest altijd alles afwassen met kokend water. Want het moest allemaal apart afgewassen worden, dat mijn moeder gebruikte. Kopjes en bordjes en lepels en vorken. Het moest allemaal apart afgewassen worden. Dus ja, daar had je erbij, behalve nog 7 kinderen. Er moest toch gekookt worden? En als je niet met kolen kunt stoken, dan probeer je of je hout te pakken kunt krijgen waar je dan de kachel mee heet stookt. En om dat hout te krijgen, dat was ook niet zo gemakkelijk, maar wij wonen dicht bij Campina. En in die Campina werden toch regelmatig bomen omgezaagd en gekapt. En dan was het mogelijk voor de mensen om daar een aantal bomen te kopen om die vervolgens door een boer naar je huis te laten brengen en dan thuis die bomen in stukjes te zagen en verder met een hakbijl kleiner te maken, opdat je dan toch kon stoken. Voor allerlei zaken moest vergunning worden aangevraagd, of je moest er bonnen voor hebben of wat dan ook.
Meel was ook de bon, boot was de bon, suiker was de bon. Als je naar een bakker ging, moest je bijvoorbeeld, kon je wel iets kopen, maar moest je inleveren, boter, suiker inleveren. Naast het geld wat ze moesten betalen voor dat brood, moesten ze ook die distributiebonnetjes afgeven. En die bakker moest dat dan weer doorgeven naar het distributiekantoor en dan kreeg je weer op basis daarvan weer nieuw meel en nieuwe gist enzovoort. Je kreeg een bonkaart en daar zat en dan ging je naar een winkel en dan moest je een nieuwe broek hebben. En dan die broek, daar moest je 10 textielpunten voor inleveren en de broek betalen. Voor elke liter melk die mijn vader verkocht, moest hij ook weer een bon in. En die bonnen die moesten vervolgens ook weer ergens ingeleverd worden. Als je dan de burgerjakker opging en je was die huis van de slagerij Nistrooi voorbij, aan de linkerkant was een patronaatsgebouw. En in dat patronaatsgebouw zat het distributiekantoor. Ik moest dus die vellen vol plakken, want die vellen moesten ingeleverd worden. Dat was een ellende van hier tot Tokio, want je had de grootste moeite om die bonnen uit elkaar te krijgen om te beginnen. En die moesten echt heel blijven, want anders waren ze niet meer geldig en ga maar door. Dat was een verschrikking. Er was overal tekort aan van die grond. Als je naar de winkel ging en de nieuwe bondgaten waren ingegaan en je ging naar de winkel toe. Ja, dan stond er een rij van 20 mensen die voor jou waren. En dan was het wel eens een keer dat de winkel leeg was. Hè? De controle op het voedsel die waren heel erg streng op boter. En het was dus streng verboden om zelf boter te maken. Maar hoe komt een boer aan boter? Door hem zelf te maken. Boteren. Met z'n tweeën aan een stok boteren maken. Maar die boter mocht je niet in huis hebben als er controle kwam. En er kwam controle en er stond een schaal met boter. En er werd een verbaal opgemaakt. En mijn vader die moest voor het gerecht verschijnen in een bos. Dat werd in feite gecontroleerd door burgerpersoneel, niet door militairen. En die mannen, want het waren natuurlijk allemaal mannen, die hadden kennelijk grote bevoegdheden, want die mochten te pas en de onpas ergens naartoe gaan en zeggen, ja, ik ga daar controleren. Dat was het akeligste wat we in de oorlog meegemaakt hebben. Het verraad wat je van andere mensen kon krijgen en dat was nogal eens moeilijk. Mensen die, waarvan je niet dacht, die toch naar de hand bleek je verraaien te hebben. Ja. Kwamen ze maar binnenvallen, ja, een paar controleurs. En dan namen ze wat mee, brood. En onze Frans, die was toen een keer kwaad geworden, want we kregen bericht dat er te veel zout in zat. Hela. Nou, dat was weinig aan. We hebben het nooit afgekeurd, maar het was goed brood, maar er zat toch een beetje te veel zout in. Die man die komt dus en die gaat mijn vader afvragen van, hebt u daarvoor vergunning? Ja, heb je dat gedaan? Nee, heb je dat gedaan? Hebt u ook nog ander graan gemalen, gedossen? Nee, zei mijn vader, maar mijn broertje zat bij mijn vader op schoot, die was toen een jaar of 5. En die zei, jawel papa, tarwe. Grote paniek in de familie, want hij had de zaak verraden. Nou, mijn vader was kennelijk handig genoeg om zich eruit te praten. Bij de boer kon je nog eens boter en dingen zonder bon krijgen natuurlijk. De boermensen die er waren erbij die nog niet eens heel zware prijzen rekenden. Want ze wisten wij een groot huishouden hadden en hadden ze toch een beetje meelij mee, denk ik. Onze gedienstige, die dienstbode, dus die had ergens in de kinderwagen compleet met baby gecharterd. En daar is ze met mijn jongste zus mee naar Doris Timmermans gelopen. En die woonde bij het schipje over de brug en dan links de zandweg in. En stond daar zo'n mooie oude boerderij. En daar hadden ze een zak gerog. En toen hebben ze kind en beddengoed uit de kinderwagen getild. Onderin de zak rog. Daar het beddengoed en het kind bovenop en zo weer terug naar Boksel.
En zo moesten dat, zo moesten we dat zien te versieren, ja. De meeste boeren in Boksel, die probeerden zoveel mogelijk de mensen te helpen. En tegen redelijke prijzen, tegen gewone prijzen. Daar konden we bijvoorbeeld een pond boter krijgen voor 2 gulden. Dat was toen nog gulders, hè. Terwijl ze eigenlijk 40 gulden voor konden krijgen, ja. En eieren 20 cent, terwijl ze 2 gulden per ei konden krijgen. Dat heb ik nooit vergeten. Er waren ook boeren die ze zwarthandelaren noemden. En die dus veel meer vroegen, bijvoorbeeld voor een ei. Als bij de ene boer het ei 10 cent kostte, was bij die zwarthandelaarboer het ei, moest hij voor dat ei een gulden betalen. Je ook voor het slachten van een varken moesten die boeren vergunning vragen. Maar een gezin met veel kinderen had niet genoeg aan één varken. Dus er moest 1 varken clandestien geslacht worden. Dat was een heel ingewikkelde toestand, niet alleen vanwege dat slachten, dat gebeurde natuurlijk 's nachts, maar ook in de voorbereiding, want de veestapel werd dus ook gecontroleerd en geteld. Dus een varken wat gedoemd was om clandestien geslacht te worden, dat stond al maanden van tevoren in een apart hokje en bestond officieel helemaal niet. We hadden zelf wel een stuk grond achter het huis, waar dus het een en ander afgebouwd werd. Maar mijn vader verdiende toen 9 gulden. En daar moest dus heel het gezin van rondkomen. En dat viel niet altijd mee natuurlijk. En er werd ook, als er brood over was, er werd er brokkenpap van gemaakt. Die bouillon, die werd dan getrokken. En die kwamen in grote telen of in bakken. En die stonden dan in de winkel. En dan mochten de mensen allemaal een fles meebrengen. En dan mochten ze gratis die fles vullen met die bouillon. Dan hadden ze weer, als ze daar wel groente bij deden, dan hadden ze tenminste weer een beetje soep. We hadden een konijn, altijd een konijn in de kooi. Dus dat was eigenlijk het enigste vlees wat wij hadden. Een vrouwtje dat bij ons altijd kwam. Die schilde altijd, die zat soms de halve dagen aardappelen te schillen. Die moesten we dan eerst ook weer kopen. Maar die konden bij de boer ook wel kopen. En die werden dan in water gelegd. En dan kwam er vanzelf het zetmeel uit. En dat werd dan gebruikt om die mensen te grieven om iets voor te bakken of iets voor te maken. Daar konden ze van alles, wat ze er precies van maakten, dat kan ik me niet meer precies herinneren. Maar daar konden ze mee koken, met dat zetmeel. En daar werd ook, dan mochten ze ook zo meenemen. Je had gewoon een klei zeep waar je handen mee moest wassen. Maar je had ook klei zeep waar je kleren mee moest wassen. Om schoon te zien. Je had zo'n wasbord, want zo werd er gewassen toen. Een wasbord, en dan moest je met klei zeep moest je zien schoon te krijgen. Er werd een tel klaargezet, daar ging water in, heet water en koud water erbij. En dan gingen we even in het bad en dan werd er steeds een mor nieuw water opgezet. En er werd dus steeds aangelinkt, werd er steeds verwarmd, totdat de laatste klaar was. De luiers werden gespoeld, ook van het ziekenhuis en van zieke kinderen. Daar stond een grote bak daar tegenover in die schuur. En al die vuile luiers, poepluiers en alles, werden allemaal daar gespoeld. Alleen het water werd dan vernieuwd, maar zeep hadden we niet. En de kinderen kregen die luiers, die zagen er natuurlijk grauw en smoezelig uit. He? Maar het was niet anders. Maar het was niet anders. Alles werd versteld. Ondergoed en werd gestopt. De kozen werden gestopt en dat was allemaal heel gewoon. Hele manden vol kousen heb ik ooit gestopt vroeger en mijn zusje ook en ik had dan meestal het naaiwerk. En dan was er van iets groots iets kleins maken en van een grote rok wil een kleinere rok maken of ergens een strook aanzetten. Vroeger kregen we van ons moeder, die had een zwarte jas zou ik zeggen, er werd voor mij een jas gemaakt, dat kan ik zelf niet hoeven doen natuurlijk. En werd die op de groei gemaakt, ik kreeg een gooi zomer in, op de groei hè. En als je dan tekort was, dan maakte ze een mooie geruite stof tussenin.
herenjassen en damesjassen. En dat werd omgekeerd. En dan werd er aan de binnenkant, die werd dan voor de buitenkant gebruikt. Die was nog niet zo versleten als de buitenkant en die werd dan voor de buitenkant gebruikt. En aan de jurken van de meisjes, daar werden onderaan stukken aangezet, hè? Allemaal stroken aangezet, hè? Om de lengte te krijgen als de kinderen groter werden. De mensen waren toch wel inventief. En dan werd er soms van canvas een soort bovenschoen gemaakt. En daaronder werd dan een houten zool gemaakt. Een houten zool uit reepjes, zodat die zool toch mee kon bewegen. We hadden in de oorlog hadden we van die klompschoenen. Het onderstuk was van hout. En er werd dan overheen werd er een stukje leer. Of we hebben ooit geborduurd. Ik heb zelf geborduurde schoenen aangehad. Die ik zelf borduurde en die dan vastgeslagen werden met spijkers. Er was dus aan alles gebrek, ook steeds meer aan de producten die van buiten Nederland moesten komen. En dat is dan bijvoorbeeld thee. En koffie. En ook fruit van bananen en sinaasappelen, maar die thee en koffie, dat was een probleem. En toch probeerde men daar een oplossing voor te vinden. Een surrogaat. Dus iets wat niet echt was, maar wat erop leek. Voor koffie gebruikten ze gerst om dat te branden, gerstenkorrels om die te branden en te malen. Dan kreeg je een bruin spul wat op koffie leek, maar eigenlijk niet naar koffie smaakte. Voor thee werd hetzelfde gedaan. Bepaalde blaadjes van bepaalde struiken werden dan gedroogd en geknipt. En daarvan moest dan thee gezet worden. Ze moesten veel oorlogstuig aanmaken en daar hadden ze brons voor nodig. Nou, brons zat in alle kerkklokken, de meeste zijn van brons gemaakt. Dus hier in Boksel ook werden alle kerkklokken geroofd, laat ik het zo zeggen dan. En dat maakte natuurlijk heel veel indruk op de bevolking. Al het koperen geld wat er toen in Nederland was, moest worden ingeleverd. En dat werd dan naar Duitsland gebracht, dat koper, om daar dus munitie van te kunnen maken. We hadden een grote put gevonden bij ons achter die, waar die herberg geweest is. En daar had hij alles in gedaan. Alles wat de Duitsers niet mochten hebben, had hij daarin gedaan. Misschien ook nog wel radio erbij gedouwd, ik weet het niet. Dat weet ik niet, want ik ben niet bij. Maar hij had alles in die put gedaan en de grond dichtgemaakt. En niemand wist dat daar een put zat. Alle mensen die een radio hadden, die kon ontvangen, die moesten op bevel van de Duitsers hun radio indeveren. En de meeste mensen deden dat ook, want als ze het niet deden, stond daar een straf op. Dat heeft mijn vader ook gedaan. Hij heeft in de radio zelf zijn eigen naam gekrast met een spijker wel. Hè. Maar die was hij kwijt. Er waren toch ook mensen die van dat bevel niks aantrokken en doorgingen om met die radio berichten uit Engeland te ontvangen. Mijn oma die woonde bij ons en die had zelf ook radio, maar die stond niet geregistreerd. Dus we konden toch nog de nieuwsberichten volgen wel, want het was van belang. Er kwamen vaak berichten uit Engeland en in de tijd, als de koningin sprak, dan luisterde iedereen. In Engeland zat de Nederlandse regering in ballingschap en die zond ook nieuwsberichten uit naar Nederland. Radio Oranje heette dat. En dan hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. En dan begon de koningin Wilhelmina te praten tegen de mensen van de ondergrond. Het waren meestal ook aanwijzingen voor de mensen de ondergrond, die in de ondergrond zaten. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de koningin. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden, op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak. Wij hadden ook een radio en mijn ouders hebben hem niet ingeleverd.
En die hebben hem dus verborgen. Die wordt gestopt, die hadden op een gegeven moment op zolder zitten achter een paar pakken strooien. Dus, en dan ging je stiekem luisteren, mochten wij niet mee. Er waren twee kamers en de ene kamer die had kasten zo en de andere kamer had kasten zo. En in het midden bleef dus een stukje over, een gat, en daar kon je mooi die radio in laten zakken. En daar kon je dus beneden niet bij. Dus je kon de hele kamer doorzoeken, maar je zou die radio nooit vinden. En dan zei hij, maar jij gaat die radio toch niet inleveren? Nee, ik heb al gezegd als nu, want ik wil dat niet. Dan geef het maar aan mij, zei hij. En als er hier iets van komt, als jij dan maar zorgt dat mijn vrouw te eten krijgt. Maar ze hadden hem wel te pakken, hè? Ik werd allemaal zachtjes geluisterd en dan kon, als je op de trap lag, kon je toch horen, hoor. Er was altijd iemand buiten om te controleren of er niemand op weg was naar ons, naar binnen. En als dat was, dan, of hij dacht al dat het was, dan hij vermoedde het al, dan kwam hij al zeggen, misschien even uitzetten.